Ik wil in het stretchgedeelte toch nog een tweede gedeelte bij doen, omdat ik wel heel veel aan de onderkant gedaan heb, maar in mijn bovenlichaam nog niet. Dus ik ga nog even een stretchgedeelte in mijn bovenlichaam bijvoegen van Buitensport Soest op dinsdag 7 april. Dus we zijn net gestopt op de rug. Ga maar goed zitten. Schouders cirkelen. Schouders laag. Hou je schouders laag. Lange nek. En neem je hoofd naar één kant toe. Goed je nekspieren voelen, hoe dat je oprekt. Ontspannen. En nog je armen laten hangen. Goed ademen. Kom maar in het midden en breng je hoofd naar de andere kant. Goed je schouders ontspannen, laag laten ademen. Goed diep in en uit ademen. Ademen. Schouders los, ontspannen je nek, je loslaten. Probeer alle spanningen los te laten in die nek. Kom weer omhoog, draai maar je hoofd via één kant. Zo ver mogelijk doordraaien, schouders laag laten, rechtop zitten. Ademen. Heel goed, en kom naar de andere kant. Goed ademen. Rechtop zitten. Schouders laag. Ademen. Kom weer in het midden en laat maar je hoofd hangen. Maar blijf rechtop. Je nek lang laten. Ontspannen in je nek. Heel goed. Cirkel maar je schouders. En met je armen naar de zijkant. Ik weet dat het lastig zitten. Want je beter kan zitten op een stoel, maar gauw. Je kan ook een stoel pakken. Zet het even op stop, pak een stoel. Neem je armen naar achteren of een krukje. Goed achter je rug trekken. Ja, kijk even van de zijkant. Achter je rug trekken. Duimen zijn omhoog gedraaid. Oké, nu neem je handen achter je rug samen en strek omhoog. Goed ademen, diep in en uitademen. Ja, laat langzaam los. Nu neem je armen naar voren, schouders uit elkaar trekken. Je mag nu een ronde rug trekken. Trek je handen naar voren. Goed je schouderbladen uit elkaar trekken achter. En strek je lang omhoog. Ademen. Dit kan allemaal ook op een stoel, hè? Oké, nu steun je aan één kant af. De andere arm breng je omhoog. Leun over. Laat je zitbotjes aan de grond. Voel vanuit je zitbotjes tot onder die oksel. Hier de rek. Ademen. Goed ademen. Heel goed. Andere kant. Omhoog en leun over. Voel je oprekken. Ademen. Oké. Kom weer terug. Schouders laag. Schouders wijd. Omlaag die armen. Draai naar achteren. Zo ver mogelijk. Als je wil, pak je je knie aan de overkant. Draai nog meer naar achteren. Ademen. Heel goed, dan kom je naar de andere kant. Openen. Pak je knie. Draai door. Ademen. Heel goed. Kom weer in het midden. Goed je schouders cirkelen. Ontspannen.
Neem je hoofd omhoog. Sluit je kin en voel je oprekken in je kin. Goed ademen. Heel goed. En kom weer in het midden. Schouders cirkelen. Oké, strek maar je benen naar voren en kom maar lang naar voren. Probeer je rug te ontspannen. Navel naar voren, naar je bovenbenen te brengen. Goed ademen. Heel goed. Kom maar je benen wijd. Rechtop zitten. En ook hier, kom maar lang naar voren. Lang naar voren en ademen. Blijf stabiel. Je mag je ook rechtop zitten en je heupen naar voren duwen. Blijf stabiel. Kom maar met je linkerarm naar je rechterbeen. Maak je lang. Goed in je rug lang zijn. Ontspannen. Lang maken. Ademen. Hier ga je naar de andere kant. Goed ademen. Laat je zitbordjes aan de grond. Ontspannen. Maar je schouders cirkelen. Maar naar achteren. Maak maar een holle rug. Neem je hoofd naar achteren. Heel goed. En maak maar een bolle rug. Nog één keer. Helemaal hoog. En helemaal bol. Dit was het even voor de bovenlichaam. En dan ga ik straks nog een Pilatesles en nog een kort cardio stukje opnemen. Dit was weer dinsdag buitensportshoest stretchgedeelte voor het bovenlichaam.